Ik word gek van dat geluid. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zelda Play 20. In de vorige aflevering zijn we Ganon's Tower binnengegaan, hebben we de Golden Gauntlets te pakken gekregen, hebben we een defensive kracht gekregen van een Scary Fairy en hebben we de helft eigenlijk van de barriers al gebroken, want we moeten alle barriers breken om dus zeg maar binnen te kunnen komen en Zelda te kunnen beschrijven. Ja, ik ben op zoek naar een blonde vrouw met een lange jurk. En die heeft mij lichtpijlen gegeven. Ja. We moeten de barriers verslaan. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Dus dan slaan wij deze naar de vlakte toe. En dan komen we eigenlijk op een plek waar geen tempel voor heeft gezeten. En dat is namelijk de eerste medaille die we hebben gekregen. De medaille van Raru. Dus wat zouden ze hier gedaan hebben? Nou, we hebben hier dus onzichtbare vijanden. Nog meer? Nog meer? Oké, even weer full health. Oké, we zien dus 6 kisten. En als we alle onzichtbare vijanden zonder Lens of Truth verslaan, ook al doe je het met Lens of Truth, dat maakt niet uit. Volgens mij waren het keys en een spider. Dus je weet nog, die fledermauzen. Oké, dus dit zijn allemaal trapkistjes. Ik ga ze gewoon allemaal openmaken voor de lol. 5 rubies, ik haat jou. Ik begin ook een hekel te krijgen aan de 5 rubies, omdat die overal in die trollkistjes zitten. Ik bedoel, ik zie nog liever zo'n ijskistje, zo'n trollkistje, zo'n trollfeestkistje. Als dat ik dus zeg maar die 5 rubies zie. Hoppakee, we zijn alweer geheeld, dus we maken het uit. Oké, nou wat zit er in kistje nummer 3? 4, 5. Frozen! Het is net alsof dat je zo'n kistje maakt dat er eigenlijk zo'n gast in zit, zeg maar. Do you wanna build a snowman? Sorry voor die random knip, maar ik hoorde in één keer een heel raar geluid. Ik denk bij mij, wat is dat? En niks kunnen vinden. Maar goed, we hebben dus zeg maar weer zo'n frozen kistje. Let it go! Nee. Maakt niet uit, we gaan verder. Waar had ik het over? Oh, serieus, dit menen we niet. Dit meen je niet. Oké. Blij? Dat jullie nou geen silver rubies hierin hebben gegooid. Maar jullie zijn dus nou zo wanhopig om gewoon te zeggen, we maken een hele kleine kamer dat je Zelda's lullaby moet spelen. En dan krijg je dus... Never mind. Ik neem een compliment terug. Jullie zijn erg. Jullie hadden echt geen ideeën meer voor puzzels. Dat is laat dat duidelijk wezen. Jullie hadden echt zoiets van... En nu? Wat doen we nu? Ah, jongens toch. Dit is toch te erg voor woorden, of ligt dat nou aan mij? Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Oké, hier is geen barrier. Geen potjes. Waarom niet? Omdat het is een leugen. Er zit hier een wallmaster ook nog in de kamer. Maar als je gewoon doorloopt, heb je er geen last van. Het is namelijk een secret to everybody om gewoon door te lopen. En met de Lens of Truth zou je erachter komen. Maar ja, gelukkig ken ik dit uit mijn hoofd. Nou, tijd om weer wat light arrows te pakken. Barrier te breken. En gewoon weer verder te gaan met ons verhaal. Dus... The light barrier is dispelled. Hurry, hurry. Ik zit nog steeds zo te kijken waar de geluid eigenlijk vandaan kwam. Het was in één keer een soort boe of zoiets, weet ik veel, een boe. Lekker belangrijk. We hebben weer een barrier dispelled. Hooray. Misschien was het Melon die gewoon eigenlijk tegen de rokje aan ging. Ik blijf ermee over doorgaan, hè. Dat is erg bij mij. Ik weet het, jongens. Maar
Zo ben ik. Deal with it. Goed, nou. Nou kunnen we dus eigenlijk bij de vuurding aan. En raad eens wat we hier als eerste bij de vuurding eens krijgen. Zeepie, it's so hot in here, you can't stay here for long. Hier zit een trucje in. In deze ruimte, ik weet dat ik zou de red tunic aan kunnen doen, maar daar heb ik geen zin in. In deze ruimte trek je, weet je wel, vooruit dan, voor show-offery. Trek je pantoffeltjes aan en dit ding zal niet zinken. Heel erg handig om te weten. Deze wel daarentegen, dus daar moet je zeker voor uitkijken. Nou, gelukkig kunnen we hier weer op klimmen, zonder enig probleem. Maar het is weer... Oh, verschrikkelijk. Zo'n stomme, verschrikkelijke... Silver Rupee missie. Yay. Ik was echt vergeten hoe vaak dat ze dit er wel niet hadden ingegooid. Het is echt verschrikkelijk. Voor de mensen die met vanaf part 1 eigenlijk al mee hebben gekeken, die weten het. Die weten echt ongelooflijk gewoon. En denken jullie bij de 3DS-versie dat ze het gefixt hebben? Nope. Bij de 3DS-versie heb je nog net zoveel Silver Rupee missies als op deze versie. Want het is een remake. Er zijn een paar nieuwe dingen bijgekomen, maar de gameplay is totaal hetzelfde. Oké, en bij de 3DS-versie heb je ook gelijk Master Quest. Waar ik veel vragen over heb gekregen of ik die ook zou willen doen. Het enigste probleem is... ik heb ook heel veel mensen die willen Majora's Mask zien. Final Fantasy komt er natuurlijk aan. Dus het probleem is, als ik dat zou gaan doen, dan zou dat echt weer uitstel zijn van... Terwijl dat Master Quest niet zo enorm verschilt met Ocarina of Time. Ocarina of Time Master Quest. Het enigste verschil wat daarin zit... is op het moment dat je dus zeg maar... volgens mij ga ik vallen nu, hè? Ja, maakt niet uit. Op het moment dat je zeg maar het spel hebt uitgespeeld... zou je dan Master Quest kunnen doen. En het enige verschil is in Master Quest zijn de dungeons anders. Niks anders is anders, alleen de dungeons. Dus ja, eigenlijk heeft het weinig nut om dus Master Quest te gaan doen... alleen maar om te laten zien... hoe dat de dungeons anders zijn. Ik bedoel, Pieces of Hearts die staan nog op de exactzelfde locaties. De secrets allemaal buiten de deur staan allemaal nog op dezelfde locaties. Het enige wat ze anders hebben gemaakt zijn de dungeons. Dus ja, ik ga niet beginnen aan Master Quest. Mijn excuses jongens, maar kijk dan de positieve kant. Des te eerder komt Majora's Mask of een Mario 3D World of een Pikmin 2... of wat voor spel dat eigenlijk ook aan zit te komen... Hardcore 2.0 komt nog steeds naar Final Fantasy, don't worry. The fire barrier is dispelled! Hurry up, brother! Wil je mij alsjeblieft geen broer noemen? Ik bedoel, serieus. Ik ben een mens, jij bent een Goron. We kunnen nooit familie van elkaar zijn. En ik weet dat jij sworn brother een leuk woord vindt. Maar dat boeit mij niet. Dat boeit mij absoluut niet. Het boeit me niet. Maar goed, we hebben dus nog maar één barrier te gaan. En dat is natuurlijk, zonder twijfel, de waterbarrier. Van de watertempel. Je weet wel, prinses Ruto. The snappy little bitch. Degene die altijd loopt te zeuren en te commanderen, dat mens. Nou komt eigenlijk hier wat ik het leukste vind. De watertempel is mijn minst favoriete tempel van de Ocarina of Time. Maar het is mijn meest favoriete spirit ding. Waarom? Wij hebben vier empty bottles. Ik ben elke keer zo'n stink empty bottle. We hebben genoeg empty bottles, zeg maar, bij ons. En het grappige is... ze hebben hier niet gefocust op het watergedeelte... maar op het ijsgedeelte van de mini-dungeon die je moet doen... om bij de waterdungeon te komen. Thank you so much. Het enigste nadeel is... jullie zien de bui al hangen. De ijspuzzels zijn heel erg leuk, maar wat hebben ze gedaan? Yep. Waarschijnlijk, tenminste, als ik me niet vergis, hebben ze hier ook weer die zilveren roepjes ingegooid. Tenminste, ik denk, ik weet het zeker. I'm calling it right now. Ik weet zeker op dit moment... Don't you dare to... I was frozen today! Leuk, hè? Nou, eventjes weer mijn flesje vullen. Dankjewel. Oh, wacht, die moeten we alle vijandjes verslaan, anders is het spel niet te vrayen. Oké, nou, jij komt hier tevoorschijn, dus dan moet je even een hakkie-takkie weg is, ijsballetje. Daar hebben we jouw broertje. En als we die allebei gekild hebben... Er zijn nog ook weer twee kisten, don't worry, ik zal ze openmaken. Wat zat hierin? Frozen surprise, yay! Het spel is een ijskouwe naar ons. En wat hadden we hier?
5 roepen zeker. Oh, en een recovery hard. De ene bevries je, de andere hield je. Wat leuk. Maar goed, als we dus hierin komen. Een ijspuzzel. Oh, dit is eigenlijk best wel sneaky gedaan. Dit blokje wil je daar niet in gooien. Je wil juist dit blokje erin gooien. Zal ik jullie laten zien waarom. Dat je anders zeg maar niet verder gaat komen. Want de schakelaar, het was een schakelaar dus. De schakelaar zeg maar die we dus moeten raken, die zit daar bovenin. En dit moeten we kunnen fixen binnen 2 minuten. Nou, als je dus deze zeg maar daarin had gegooid, dan is het bijna onmogelijk om deze puzzel te halen. Wat we hiervoor moeten doen is gewoon dus zeg maar de blok daar overheen te schuiven. Mocht je low on health zitten, hier zit een veetje. Wat eigenlijk die timer helemaal onschadelijk maakt, want mocht die timer zeg maar op 0 komen te staan, krijg je dus een half hartje schade. Normaal gesproken een hartje schade, maar met de defensive power een half hartje schade dus. Dus mocht je hier te vaak in falen, wat me al helemaal sterk lijkt, dat veetje respawnt elke keer. Dus elke keer als je in tijdsnood zit, geen probleem, want je kunt gewoon herstarten. Nou. Die gaat neer, dat is mooi. Eventjes de hamer erbij, want deze is verroest. Nou, dat maakt die deur weer open. Hartstikke leuk. En ik kan maar denken dat hij zelf een groepje zat. Ik bedoel, kunnen jullie me blamen? Waarom val ik? Zeg maar nou niet dat ik weer die schakelaar opnieuw moet gaan raken, hè? Ik word boos. Oké, gelukkig. Oh ja, ik heb nog steeds de pantoffels aan. Geen wonder. Oh. Ja, daar in de hoek zit zeg maar ook zo'n gat waar je dus zeg maar zo de blok even zou kunnen resetten. Mocht je dat nodig, mocht het nodig zijn, maar... Geen zilver rupees, ik had het fout. Mijn excuses. Nou ja, kun je me blamen, want het spel zit er zo vol mee dat ik ondertussen overal wel een zilver rupees zie. Oké, nou, eventjes hier even weer de pijltjes vullen. Niet dat het nodig is, want we zitten op volle hartjes, ook goed. Mag je zat al vol, dus dat maakt ook niet echt uit. Hoppakee. The water barrier is dispelled! Hurry up! Zie? Dan niet eens van... Hurry up, kid. Of... Please save the other ones. Nee, gewoon hurry up. Want zij is altijd een beetje de bazig type geweest, dus... Maar goed, dit was dus de laatste barrier. Dus als het goed is... Wauw. Kunnen we dus nu de toren in? Nou, don't worry, ik ga hier nou geen cliffhanger neer pleuren van dat doen we morgen, we gaan gewoon nog verder. Nou is er één ding, ik heb in deze hele let's play nog geen één potion gekocht, gehaald, gebruikt of wat dan ook. Ik ga geen health potions halen, want daar heb ik gewoon absoluut geen zin in. Maar je hebt hier, volgens mij was dat hier... Ik weet toch zeker... Was dat dan een bombol? Ik zit nou heel even te twijfelen aan mezelf. Want ik weet namelijk dat hier ergens namelijk een potion shop verborgen zit. Maar volgens mij was dat met de Lens of Truth te zien. Dus ik ga heel even snel kijken. Want ik weet dat hier ergens zit. Onder zo'n trappenhuis... Ja, daar zit hij. Hehe. En als we daar dus zeg maar even naar binnen toe gaan. Dan zien wij hier een heleboel veetjes. Maar ook een heleboel van die Deku Scrubs. Nou, we hebben in ieder geval onze Deku Nuts. Dus dan doen we 1 keer flush. Bij jou ook even flush. En dan zoeken we eventjes diegene die een Magic Potion. Ja, Green Potion. Waarom wil ik hier een Green Potion. De Green Potion die zorgt alleen maar voor je Magic Power. Nou, dan heb je er hier nog eentje staan. Die verkoopt volgens mij een Red Potion. Oh, bombs. Nou, die hebben we niet nodig. Dan hebben we er hier eentje die verkoopt arrows. Kan handig zijn. En deze die verkoopt de red potion. Ja. Wat eigenlijk nogal een beetje een zinloze deal is, aangezien dat je in een kamer vol zit met fairies, wat juist het meest effectieve healing proces geeft van het hele spel. Maar goed, de reden waarom dat ik dus 1 green potion koop is bij de final boss hebben we light arrows nodig. En mochten we nou, ik weet niet hoe, in problemen komen met magie,
dan kunnen we de baas niet meer verslaan. Dus ik zorg toch heel eventjes voor de zeker op opnames. Ik hoop dat ik hem niet nodig heb. Maar om een klein beetje zekerheid te houden, heb ik toch besloten om eventjes een green potion te gaan halen. Je hebt 3 verschillende potions voor de mensen die het niet weten. Red potion herstelt al je hartjes. Green potion herstelt al je magie. En een blue potion doet allebei hetzelfde in 1 potion. Goed. Nou komen we dus zeg maar bij de gevaarlijke toren. De toren der duisternis. Hoe dat je het ook wil noemen. Wat je zelf leuk vindt. Vul in de naam hier. Wat we hier moeten doen is elke kamer. Kan heel veel vijanden brengen. En blijkbaar heb ik problemen met raken. Oké, nou. Elke kamer gaat dus zeg maar veel vijanden brengen. Varieert van inderdaad kleine vleermuisjes, vleddermuisjes. Jou ook nog. Kom hier. Ah, jij komt al naar mij toe. Hoppakee. Oh, je hoeft ze nog niet eens te killen. Ik dacht dat je ze allemaal moest killen. Maar dan goed. Vanaf hier begint het dus. Dat je dus allemaal vijandjes moet killen. Je begint met groene drakies. Ik spam altijd hier eigenlijk een spinaanval. Waar ben je? Ja, jammer joh. Hier. Oh, jij raakte mij. Slimme knappe jongen hoor. Ja, ik ben ongeduldig, ik weet het. Ik ben vandaag heel erg ongeduldig omdat ik haat jullie. Maar goed, hier moet je dus constant de vijanden verslaan om ervoor te zorgen dat je dus, zeg maar, verder gaat komen. Je klimt langzaam maar zeker, klim je dus hoger en hoger en kom je dus steeds dichterbij Ganondorf. Want daar zijn we nou naar onderzoek, op zoek. En ik weet nog waarom... Spreken is heel moeilijk voor mij. Maar ik snap niet waarom... Ik snap niet waarom dat ik nog steeds het rode tunicje aan heb. Nee, ik wil niet zeven. Ik wil mijn groene tunic aan. Dank je. Goed. Volgende kamer. Als het goed is, hebben we hier Stelfos. In vuur. Ik denk dat ik hier al eventjes mijn Deku-nuts voor gebruik. Want die werken eigenlijk heel erg goed. Je kunt ook eventueel light arrows gebruiken, mocht je willen. Dus, Oké, hallo. Jammer joh. Doe eens iets. Makkelijkst is het dus zeg maar om ook even af te wisselen tussen die twee. Want heb je er eentje gekild, dan zal de andere dus heel erg vervelend gaan lopen doen. Ah, dat was jammer. Oké. Ik had gehoopt dat ik hem daar eigenlijk goed mee zou kunnen raken. Kijk, uit voor een jump attack. Die is nog steeds zeer gevaarlijk. Oh, die was raak toevallig. Oké. Nou willen we zo snel mogelijk die andere raken. Oh. Kijk, want als je ze alle twee namelijk tegelijkertijd verslaat, dan hoef je dus niet bang te zijn tot de ene regenerate, wel dat de andere zeg maar nog steeds aan het vechten is. De reden waarom ik daar ook een stuk stiller was, is omdat bij die gasten moet ik me gewoon echt concentreren, omdat je kunt ze alleen maar raken als ze jou proberen aan te vallen. Ik bedoel, ik vind ze nog moeilijker dan Darknut, of in dit geval, de... Ach, heten ze nou Darknut? Ik weet het niet meer. Ik weet wel, die gasten die bel hebben. Heet ze hier nou Darknuts? Oh nee, Iron Knuckles heet ze hier. Mijn excuses. Maar Darknuts, die heb je dus zeg maar hier weer niet. Maar de stealth komt behoorlijk dicht in de buurt. Oké, dit kan een lastige zijn. Omdat we hebben hier dus 2 Iron Knuckles die we dus moeten verslaan. Fijn dat ik de naam weer weet. Raak er eentje met pijl en boog. Niet met de hookshot. Want doe je het met de hookshot, dan lanceer je jezelf naar hun toe. En bevecht ze 1 voor 1. Gebruik dezelfde tactiek als die we dus zeg maar eerder hebben geleerd in deze let's play. Sla hem. Wacht tot hij slaat. 2 swings. En herhaal. Behalve als je een keer mist, zoals ik nou net doe. Haha, cheap hit. Haha, cheap hit weer. Oh, je bent je helmpje kwijt. Dus wat kunnen we nou doen? Timing. Ah. Nou hebben we er dus eentje verslagen, dus nou kunnen we gewoon heel erg rustig naar de andere kant toe gaan. Naar jou! Oké, dat was dom van mij. Mijn excuses. Oké, nou, doe dat nog eens een keer. Miss! Zelfde tactiek weer. Ook al heeft deze zeg maar zwarte armor, het is exact dezelfde als die andere Ivernakker die we net hebben gekilled. Dus weinig verschil eigenlijk tussen deze en diegene die we net hebben gehad.
Oké, je bent je armen kwijt. Dat is heel jammer voor jou. Jij probeert mij te slaan. Je faalt. Probeer me weer te slaan. En ik blijf jou gewoon de hele tijd sterven. Totdat je opgeeft. Geef op dan. Oké, nou, dit hebben we dus nou ook gehad. We zijn full health dankzij de 3 hartjes die hij dropt. Vergeet niet, een Iron Knuckle die doet normaal gesproken 4 hartjes schade. En zoveel schade namen we niet in verband met die defense upgrade die we dus hebben. Nou krijgen we even wel het probleem. Hier hebben we de boskamer al. Dus ja. Nu komt de cliffhanger. Sorry. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Sorry voor deze cliffhanger jongens. Maar morgen gaan we dus naar de grand finale. Kan een langere aflevering worden, zeg ik er alvast bij. Maar morgen de grand finale van Ocarina of Time. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een geweldige dag hebben gehad. Of nog steeds hebben. Dat weet ik niet. Dus morgen de finale jongens. Zie jullie dan. Doei!